Het is lang geleden dat Vitesse in competitieverband wist te winnen in Nijmegen. We moeten terug naar het seizoen 1997-1998. Toen wonnen de Arnhemmers met 0-2. Vitesse trad in deze wedstrijd aan met onder andere Van Hintum, Van den Brom, Trustful en Michel Kreek. En dat het er fel aan toe kan gaan tijdens de derbies weten we inmiddels wel. Hier krijgt Van der Hoeven een schoen in zijn gezicht van Marcel Koning. Vitesse-trainer Henk ten Katen maakt zich er zichtbaar boos om. Vitesse speelde deze wedstrijd zonder topschutter Nikos Maglas. De Griek zou dit seizoen 34 doelpunten maken en daarmee Europees topscorer worden. Na een klein kwartier in de tweede helft krijgt Orlando Trustful een vrije trap na de overtreding van Emiel van Eikeren. Overigens won Vitesse in de jaren 90 vrijwel altijd in Nijmegen. Alleen de wedstrijd in 1999 werd door de Arnhemmers verloren. Vitesse verdient hier een corner die wordt genomen door Kreek. Zeeman komt de bal richting het doel en via Tsurovic komt de bal voor de voeten van Jochem van der Hoeven. En hij maakt de 0-1. De Russische middenvelder Dmitri Shukov is inmiddels in de ploeg gekomen voor doelpuntenmaker Van der Hoeven. Hij geeft de bal aan Willem Korsten, de Nijmegenaar in Arnhemse dienst. Korsten probeert het met een schot in de korte hoek, maar de bal gaat in het zijnet. De enige Nijmeegse kans komt uit deze vrije trap. Luc Maas probeert het in één keer en via de muur komt de bal uiteindelijk bij Marcel Koning. Vitesse won zoals gezegd met 0-2 in Nijmegen en het tweede doelpunt viel 10 minuten voor tijd. Korsten geeft de bal voor en invaller Shukov schiet vervolgens van ver raak. Aanstaande zondag trappen beide ploegen om 12:30 af in het Nijmeegse Goffertstadion.